Het verkeer in onze hoofdstad wordt steeds drukker. Knappe koppen bedenken van alles om het in goede banen te leiden. Het drukste punt is wel het Muntplein. Sinds enkele jaren levert het verkeer daar echter geen moeilijkheden meer op. Al zijn er natuurlijk altijd mensen die zich niet aan de voorschriften houden. Maar eerst stoppen daar, anders gaat het centjes kosten. Je bent al lompen, houd er rekening mee. Voor die mensen klinkt er dan van de duiventil op de munt de stem van verkeersagent Jan Bos. Of liever gezegd, klonk. Want deze bekende figuur gaat de dienst verlaten. Op zijn laatste werkdag moest hij vele handen drukken. Een verzekeringsmaatschappij was op de originele gedachte gekomen hem een ongevallenpolis aan te bieden. En die werd hem met enige plechtigheid in haar kantoor uitgereikt. Verkeersagent Jan Bos, ome Jan zoals Amsterdam hem noemde, verdwijnt van het Muntplein. Als het daar nu maar goed gaat.